Prix 90s Classics hebben we op deze weg ongeveer een jaar geleden de Clio V6 gereden. De meest legendarische hatchback ooit, naar mijn mening. Ik denk niet dat er ooit nog een dikkere hatchback gebouwd zal worden. En vandaag hebben we de Z3 M Coupé. En deze auto staat al best wel lang op het lijstje van ons allebei. Het is echt een beetje een hate it or love it auto. Er zijn heel veel mensen die vinden hem ontzettend lelijk. En de andere helft die vindt het fantastisch. Ik hoor bij de tweede helft. Ik vind dat hij er bizar vet uitziet. Het is gewoon een shooting brake. En dat is natuurlijk een unieke carrosserievorm. En hij springt meteen in het oog. Maar waardoor deze zo in het oog springt is omdat hij gewoon zo dik is. Die achterkant, brede heupen, lekker vier pijpjes. Van die achterwielen die dished zijn, want het zijn al dieper. Ja, ik vind het echt een van de vetste auto's ooit gebouwd. De geboorte van deze auto is nog best wel een leuk verhaal. Het gaat over een BMW M mechanic die vond dat de Z3 M Roadster niet stijf genoeg was. Ja, dan heb je nu met een cabrio heb je geen dak, dus dan gaat die torsiestijfheid echt meteen hard omlaag. En die heeft er rollbars opgezet en die kreeg hem 2,7 keer stijver dan de Roadster. En toen heeft hij de Board of Directors uitgenodigd. En gezegd, nou kijk wat ik heb gebouwd. Dit ding is 2,7 keer stijver. En toen zijn ze naar Nürburgring gegaan. En zij waren eigenlijk zo onder de indruk. Dat ze zeiden, oké, bouw hem maar. Maar je mag alleen maar bestaande onderdelen gebruiken. Dus hij mocht geen nieuwe dingen laten ontwikkelen voor de coupé. Nou, toen heeft hij de motor, die zat ook al in de Roadster, uit de M3 genomen. Uit de E36 M3. De 6 in lijn. In deze auto heeft hij 321 pk. En dat is iets minder dan in de toenmalige M3, want die had een ander uitlaattraject. En dat kregen ze bij deze niet voor elkaar. Ja, net als een versnellingsbak, die wilden ze ook van de M3 halen. Dat was een 6-bak. Maar hier zit een 5-bak in, omdat ze niet voor elkaar kregen om hem op die kleine Z3 te krijgen. Dus ja, er zijn wel dingen anders, maar het resultaat is bizar. De buitenkant en onderuit zit alles dus goed. En ja, als je dan hier binnen zit, het is zo ongelooflijk 90s. Er zitten aardig wat details in die nu echt kietjerig of fout genoemd zouden worden. Die menig atje graag op zijn golf zou hebben. Maar als je hier kijkt, die ringetjes om deze dingen, die analoge tellertjes met die ringetjes. Ja, dit ding is nog het foutste van alles. Met die popnagels. Het kan eigenlijk niet, maar ja, die 90s uitstraling van deze auto, die maakt het gewoon allemaal kloppend en passend. En dat is de kracht van auto's uit de 90s. Het ruikt hier zelfs naar de 90s. Ja, en dit is toch één van de fijnste blokken die ik in de laatste tijd gereden heb. Het rijgedrag dan. Hij is echt heel strak, maar hij is op een beetje een rare manier strak. Op de snelweg is hij een beetje zoekerig. Met de wind en met hobbels vindt hij allemaal niet zo leuk. Hier doet hij daarentegen echt een stuk beter. Maar het is geen auto voor beginners. Hij is best wel verraderlijk. Als je hem kwijt bent, dan is hij weg. Ja, er is geen vergevingsgezinde instelling van deze auto.
Hij heeft geen ESP, geen traction control. Dus je moet het allemaal zelf doen. Maar ja, als je die, een beetje die sweet spot vindt, met de goede toeren, in de goede bocht, dan krijg je dat geluid en ja, dan is hij wel gewoon echt. Hij beloont je gewoon. Een dagje gereden te hebben met deze auto, moet ik eigenlijk concluderen dat het een soort mini-Europese muscle car is. Hij is niet subtiel, hij is niet makkelijk. Het is een beetje een beul, het is een hamer. Je moet hem gewoon hard aanpakken en zonder twijfel en dan beloont hij je echt heel erg. Het is echt een hele fijne auto. Ja, het is een Future Classic. Je weet gewoon dat over 20 jaar dan staat dit ding ergens op een veiling met die dikke achterkant. Iedereen in het publiek kwijlend van genot van een van de iconen van de jaren 90. En ja, ik zou dit ding graag bij mij op de oprit zetten. Ik vind het echt een van mijn favoriete auto's en na vandaag heeft hij dat alleen maar bevestigd. Deze fantastische mogelijkheid is ons geboden door Wim Prins in Nunspeet. Die heeft al meer van dit soort 90 jaar klassiekers staan. De Clio V6 kwam er ook vandaan. We hebben daar een keer een 147 GTA meegenomen. Ook echt een leuke auto. Dus bij deze hartelijk bedankt. Ja, mocht je op zoek zijn naar een leuke 90s classic, neem dan even kijken op hun website. Ze hebben ook een app. Nou ja, en het enige waar ik mee kan afsluiten